Goedemorgen allemaal. We zijn hier zoals je ziet in mijn praktijk lokaal. Hier is de spoelkeuken en hier bij de gewone keuken. Ja, het is een 4- of 3-jarige opleiding. Ik zit dan 4 dagen in het theorielokaal en 1 dag heb ik dan praktijk. Hier zitten we dus in het theorielokaal en hier is mijn leraar Nederlands. Oh. Ja, de vakken die ik hier krijg zijn ook gewoon Nederlands, Engels en Duits. Maar ik krijg ook bijvoorbeeld restauranttheorie, keukentheorie en wijnkennis. Zoals je ziet sta ik nu ook gewoon in de keuken. Hier zijn we bijvoorbeeld in de spoelkeuken en dit hoort er natuurlijk ook bij. Ze zijn hier nu aan het afwassen. En bijvoorbeeld de praktijklessen, je gaat gewoon aan het werk. Je bent gewoon bezig. En hier worden alle maaltijden bereid. Gewoon door de leerlingen zelf. En hier is mijn mede-collega, dit is Kirsten. Hoi. En dit is Valeska. Hoi. Je leert natuurlijk echt gewoon over de horecasector zelf. Dus zeg maar hoe je met gasten omgaat, maar ook hoe het allemaal gewoon in elkaar steekt. Hier staat mijn lievelingsleraar, meneer Brink. Hoi Marit. Hoi. Oh, dankjewel. Hij kan heel goed uitleggen en ik snap me ook gewoon altijd wat hij zegt. Het gaat hartstikke goed. Ik heb ook echt het gevoel dat ze heel erg naar de zin heeft. Stelt ze ook wel uit. Super gemotiveerd, vrolijk altijd. Ja, dat is toch heel belangrijk in haar vak. En hij heeft bijvoorbeeld geleerd hoe ik met 3 borden ook in mijn handen moet lopen. En hoe ik gewoon goed met een dienblad loop. En ja, de kneepjes van het vak. In het eerste jaar moet je een 60-urige stage afronden. En in het tweede en derde en vierde jaar ga je op een halfjarige stage. Het is heel erg leerzaam, omdat je gewoon, ja, je merkt gewoon zelf hoe het eigenlijk echt is. En niet alleen op school. Mijn droom is om later een eigen hotelketen te hebben. Dus eigenlijk gewoon ondernemer van een hotel te worden.